Nou, we gaan ook even deze farm allemaal. Deze farm, die laat ik hier denk ik ook even voorlopig nog even staan. Want ja, elke, nogmaals, elke pumpkin die hier staat, dat is gewoon een emeraldje. En dat vind ik hartstikke mooi. Volgens mij krijg je ook nog superveel XP van die trade. Omdat hoe lager de trade staat, zeg maar, bij een villager, hoe meer XP je ervoor krijgt. En de villager zelf ook. Ik laat wel even zien wat ik daarmee bedoel. Kijk eens even aan. Als ik hier nu op klik, dan zie je dat hij dit balkje erbij krijgt als ik één keer die trade doe. Kijk, bij deze is het letterlijk... oh nee, ik heb natuurlijk geen carrot. Ik kan wel even opzoeken. Bij die carrot zal dat natuurlijk veel meer zijn. Even kijken, kijk. Bij die carrot trade krijgt hij dit kleine streepje erbij. En bij deze krijgt hij zo'n dik stuk erbij. Dus dat is helemaal mooi. Dat is perfect. En dat betekent ook dat ik meer XP krijg voor die trade. Dus dat is echt helemaal top. Even kijken. Nou, ik heb er aardig wat bij. Hartstikke mooi. En die gaan we ook even doen zo. Oh ja, natuurlijk. Melons kunnen ook. Are you kidding me? Oh, dit is super chill. We gaan melons sowieso ook farmen. Want volgens mij groeien die ook nog eens sneller. Oh, dit is perfect. En hij is ook nog level up. Even kijken, wat krijgt hij erbij? Ja, dit is gewoon al hetzelfde. Hij is al expert inmiddels.